Als spreker en trendwatcher word ik vaak gevraagd om voorspellingen te doen. Soms zit je er wat naast of ben je vroeg. Vaak zijn ze spot on. Waarom doen we ze? Omdat in het moderne tijdperk en leiderschap alles draait om een vooruitziende blik, visie, zicht op trends. Welke moet ik verzilveren? Welke moet ik nog laten lopen? En welke gaan mijn businessmodel volledig op zijn kop zetten? Ik heb daarbij geleerd dat de scheidslijn tussen knettergek en visie flinterdun is. Ik neem jullie graag mee naar een voorspelling die ik 11 jaar geleden deed over de toekomst van televisie in Nederland. Gelijk zien we ook dat de broadcasters zoals SBS en RTL en ook de publieke omroep op zekere hoogte zeggen van ach, het loopt allemaal zo'n vaart niet. Ja. Televisie kijken is een passieve bezigheid. Dat groeit de komende 3, 4, 5 jaar in Azië naar 800 miljoen tot 1 miljard. Die zeggen, ja jongens, voor ons is het heel simpel ABC. Wij kopen straks de rechten van Lost and Desperate Housewives. Daar hebben we het geld voor. Dat heeft Google en Amazon en dat soort bedrijven hebben dat inmiddels allemaal. De nieuwe internetbedrijven. En die zeggen, wij zetten dat op onze server. We overbieden ABC, we overbieden de TOS, we overbieden... Vara doet het geloof ik in Nederland. Ja. En dan krijg je natuurlijk, die zeggen, ja, die hebben een heel ander model. Die zeggen, ja, je hoeft niet op dinsdagavond 8:30 Desperate Housewives bij ons te kijken. Je kijkt het wanneer het uitkomt. Kom maar wanneer jou het uitkomt. Ja. En we verdienen altijd een advertising of je nou morgens, middags of 's nacht komt. Wacht even, dit is een interessant gedachte. Ja. De stelling van Ivo Beuken is dus dat er zoveel geld wordt verdiend straks in die internetwereld, dat zij de belangrijkste content wegkopen voor de ogen van broadcasters. Ja. En wat is dan hun businessmodel? Want ze willen er ook wel geld mee verdienen. Geld verdienen aan advertising in het omgeving van televisie. En het downloaden of het bestellen. Ja. Maar dus in feite voorspel je hiermee dat de hele uitgeeffunctie weg wordt gehaald bij de huidige uitzendgemacht, om het even zo te zeggen, en terechtkomt bij spelers op het internet. Nou, ik zeg dat de feiten zijn dat Google en Yahoo en andere grote internetbedrijven een grotere, hogere beurswaarde hebben, meer geld op de bank dan veel traditionele broadcasters tegenwoordig. Ja, en wat die internetbedrijven natuurlijk heel goed begrijpen in hun DNA en in hun denken, kom maar langs wanneer jou het uitkomt. Ja. En als wij de content moeten maken voor film, televisie, mag je hem bij ons ook nog via internet op je iPod of op je PSP of op je mobiel downloaden. En dan krijg je dat longtail verhaal. En televisie denkt natuurlijk nog maar vanuit één kanaal. Vrij lineair vanuit het denken natuurlijk. Als je de overname ziet van Google bijvoorbeeld met YouTube, waarin de televisiemakers en ook in mijn eigen vak de reclamemakers erg badinerend doen, vind ik, en denigrerend over user-created content, terwijl de halve wereld YouTube plat trekt vanwege de leuke video's, dan denk ik dat we de ontwikkelingen onderschatten.